Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Een speciale kerstuitzending met een speciaal decor en een speciale hoofdgast. Wat decor betreft zitten we bij Lexus Enschede, onderdeel van de Peterman Groep, een van onze sponsoren. En straks hebben we een mooie onthulling van de Lexus NX, maar dat is later. Stay tuned. Eerst even de gasten. In eerste instantie natuurlijk René Wagelaar en de trainer van Ajax, Erik ten Hag. Erik, welkom. Dankjewel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja. Ja, ja. Gecondoleerd. Gefeliciteerd. 22 jaar huwelijk, man, vandaag toch? Toch? Hè? Ja, ik heb het gehoord. Dat is lang niet iedereen gegeven, hè? Dat bedoel ik maar. In deze generatie. Nee, 22 jaar, Ed. Ja. Vandaag. Ja, dat kun jij niet zeggen. Ofwel. Nee, ik ben niet getrouwd. Oké, nee, dat vandaar. Nee, maar in jouw geval lijkt me beter. Laat maar zitten. Ik moet wel zeggen, je bent ook vasthoudend. Ja, ja. Ja, 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 zeker. Maar alleen niet getrouwd. Nee, ja, is niet nodig. Hoe ga je het vieren? Maar wel loyaal. Jawel, 100%. Ja. Dus 100%. Ga je het nog vieren, Erik, zo net voor de kerstdagen? Het jubileum? Dat soort dingen die moet je nooit voorbij laten gaan. Nee. Hoe? Eddie. Nou, dat... Geen details. Geen details. Ik denk een nieuwe auto. Nee, maar ik zeg altijd, over voetballen kunnen we praten. Hè? Ja. Een aantal dingen is privé. Hè? Er zijn grenzen in het leven. Laten we zo houden. Maar nog wel 22 jaar erbij. Zeker. Kijk. Ja. Hoe dan nog een paar meer. Veel vragen van kijkers. En belangrijk is natuurlijk even op dit moment. Hè, je bent met Ajax, Erik, door die groepsfase van... historisch goed door die groepsfase van de Champions League heen gerold. In de competitie waarschijnlijk tweede als PSV van Go Ahead Eagles mee te winnen. Met welk gevoel neem jij plaats overal onder de kerstboom in Oldenzaal? Ja, ik wil het iets breder trekken. Mag. Ja, we hebben, denk ik, een buitengewoon goed jaar gehad met Ajax. Ja. We zijn ver geraakt in de Europa League, hè, kwartfinale. En dat was ook het dubbeltje op zijn kant en ook een beetje pech, hè, dat onze keeper toen uitgevallen is. Ajax Roma. In de thuiswedstrijd. He, dan missen we een penalty op 1-0. En, nou, uiteindelijk verliezen we dan die wedstrijd. Maar in Rome maken we de 2-0. En ja, helaas de VAR die daar ingrijpt. Ja. En was ontzettend zuur. He, want anders hadden we in de halve finale gespeeld natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben we wel de beker gewonnen. Het kampioenschap binnengehaald. En we hebben een, ja, je memoreerde al... Ja, historisch mooie reeks gemaakt. Al zegt dat niks over het vervolg, maar het is wel, ja, een buitengewoon mooie route, ja, die we tot nog toe hebben afgelegd. En in de competitie, ja, staan we op positie waar we alles kunnen winnen. Dus ja, dan, wat voetbal betreft, hè, dan neem ik met een heel goed gevoel onder de kerstboom plaats. Ja. Je zit hier met trots, kan ik me ook voorstellen, hè? Met alles wat er bereikt is. Nee. Of is dat geen woord wat bij jou past? Nee, Eddie, jij kent mij. Ik zit hier niet met trots. Nee. Kijk, wij zijn... mensen in onze genen, die willen we bereiken. Ja. En wij willen daarvoor hard werken. En ik zit niet elke dag in de spiegel te kijken, nou, wat gaat het geweldig en wat gaat het lekker. Hè? Want je weet ook, dat is voetbal, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Ja, het kan snel veranderen. Het kan, ja, heel snel veranderen. En gewoon beide beentjes op de grond. En ik denk ook een beetje onze volksaard. Hè? Ja. En die waarden, ja, die hebben we ook zeker, heb ik meegekregen. Ja. Dus laten we dat ook vooral lekker blijven doen. En, ja, er staan mooie dingen te gebeuren. Kijk naar de toekomst. En ik zei net al, we staan op positie, ja, om alles te winnen dit jaar. Nou, en daar zullen we vol voor gaan, maar daar zullen we hard voor moeten werken. Ja. Je bent nu 4 jaar trainer van Ajax en jij bent altijd emotioneel vrij gelijkmatig. Hè? Daar sta je ook onbekend. Wat is nou het meest emotionele of indrukwekkende moment geweest in die 4 jaar voor jou bij Ajax? Ah, we hebben schitterende dingen beleefd. En, want kijk, we kunnen allemaal wel doen dat het normaal is. Wat we hebben gepresteerd, maar dat is het niet. En er komt heus een moment, hè, als ik ermee stop, om nog eens een keer terug te blikken. Maar wat we met Ajax toch de afgelopen jaar hebben gedaan, winnen in Turijn, winnen in Madrid, winnen in Valencia, gelijk spelen tegen Chelsea in Londen. Een bizarre wedstrijd. Ja, bizarre wedstrijd. En met welk spel? Bij Bayern München 1-1 spelen, nu bij Dortmund. Ja, we hebben gewoon... Ja, schitterende dingen gepresteerd met elkaar. En natuurlijk, dat is prima. Maar ja, we zeiden net al, en dat is mooi ook met de mensen waarmee we werken. Wij willen meer. En we zijn er blij mee hoe het gaat. Hè, maar nooit tevreden, want tevreden
Luiheid leidt tot luiheid. Dat is ook zo. En daar houden we niet van. Ja. Wat veel mensen willen weten, veel kijkers en jij denk ik ook, René, is dit je laatste seizoen bij Ajax, Erik? Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee, want... Er was veel gespeculeerd in de pers. Ja. Je hebt al heel veel bereikt. Ja. Heeft het nog zin om door te gaan, is dan de vraag, de B-vraag. Ik zei het vorige antwoord al, we willen altijd meer. Ja. En we zullen zeker weer proberen om weer te verbeteren. En dat kan zijn in structuur, in infrastructuur, in versterking van het elftal. Dus ja, we zijn met elkaar aan het kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, dus je hebt je nabije toekomst, dat heb je nog niet heel scherp. Nee, zeker niet. Maar... Er zit nog steeds een rek in, denk je? Dat blijkt elke keer weer. Ja, en ik denk de filosofie van Ajax is goed, de plannen zijn goed, de mensen zijn goed. Wat kan jou dan nog uit het evenwicht brengen om daar niet bij te tekenen? Is dat het een contractvoorstel van een grote Europese club? Newcastle werd overal genoemd, hè? De ploeg die met een Saoedi-Arabië-eigenaar, om het maar zo even te zeggen, aan de weg wil gaan timmeren. Is dat überhaupt concreet geweest of is daar iets van waar überhaupt? Ja, we hoeven daar niet over na te denken, man. Vorig jaar heb ik voor 2 jaar bijgetekend, dus ik lig nog tot volgend jaar zomer vast in Amsterdam. Aan de ketting, ja. Maar dat zegt natuurlijk ook niks in de voetballerij. Dingen kunnen soms snel veranderen. Je moet vooral blijven winnen in ons vak. Ja. Maar jouw intentie is duidelijk, dat is mooi om te horen. Even een paar stellingen en vragen van het publiek. Ik heb hier een stelling, je kunt Erik ten Hag wel uit FC Twente halen, maar FC Twente niet uit Erik ten Hag. Ja, dat eerste heb ik geen invloed op. Het tweede wel en het tweede klopt. Ja, hoe diep zit het gevoel nog voor de club uit Enschede? Ja, wat je van jongs af aan meekrijgt, dat blijft. En ja, die vasthoudendheid, die heb ik wel. En inderdaad, het is een gevoelskwestie. En FC Twente zit in mijn hart en dat zal het altijd blijven. En ik zal die club altijd blijven volgen. Gewoon omdat je inderdaad, je hebt daar geschiedenis opgebouwd. Ja. Maar ook als supporter stond je daar al heel vroeg op de rangen te juichen. Wat was je favoriete voetballer? Ja, Ippi Drost. Zonder twijfel uitgesproken? Ja, zonder twijfel uitgesproken, ja. Ja. En later werd het met trainen. En, het is mooi dat hij een ereplaats heeft gekregen op de rangen. Maar ik denk de huidige generatie weet niet waar ze op zitten. Want ja, ik heb inderdaad het geluk gehad om Ippi te zien spelen. Was hij al wel eens in nadagen. Ja. En later heb ik hem dus als trainer gehad. Maar als je de huidige generatie zou moeten doseren over de meerwaarde van Ippi Drost, hoe zou je dat in een paar woorden zeggen? Ja, charismatisch, de uitstraling, bon vivant. Ja. Maar op het veld was hij onafvolgbaar. Ja. En dat vergeten heel veel mensen. Kijk, Twente was in de jaren 2008, 2011, 12 waren ze ook weer de top van Nederland. Ja. Schurk het ook in Europa, Champions League gespeeld, maar in de jaren 70, begin jaren 70, was FC Twente internationale top. En ja, dat is ongekend, jammer dat het niet is vastgehouden, maar ja, de wereld is totaal veranderd. Of dat überhaupt nog mogelijk is in een streek als FC Twente, dat is de grote vraag. Door het achterland, hè? Ja, om mee te kunnen blijven doen. Hè, ik heb het over met clubs uit Londen, Manchester en Madrid, et cetera. Ja. Maar in die tijd was FC Twente het wel. En ja, dat je kunt winnen van Juventus. En dat je Europa Cup finale hebt gespeeld. Bizar. Ja, eigenlijk was je het zo bedoeld. Ja, dat was een mooie tijd. Tuurlijk. Maar dat komt niet zomaar terug, dat denk ik nu niet. Nou ja, ik zei net al, dat zal heel moeilijk worden. Ja. Hè, dan zul je toch de regio, een stad moet vele malen groter zijn om dat voor elkaar te kunnen boksen. Want, maar jij, Erik, bent toen begonnen met de jeugdopleiding op te zetten met de jongen uit Oldenzaal, die man die even kijken, was de Kalten. Ja. Maar als ze dat nu weer goed aan zouden pakken, zou er niet een kans zijn dat je toch nog wat stabieler eigen jongens krijgt? Ze hebben er nu wel een paar in het eerste lopen, maar de jeugdopleiding afgelopen jaren was niet geweldig. Hè? Maar als je er nou weer echt een goede neerzet en je bouwt het weer op met eigen jeugd, is er nog meer uit te halen? Ja, want FC Twente, maar de regio Twente is een voetbalbolwerk. Ja. En hier zijn altijd goede voetballers uit voortgekomen. En waarom dat is, weet ik niet. Maar ja, dat zit op een of andere manier ook in de genen. En er zijn meer streken in Nederland, bijvoorbeeld Noord-Holland, net boven Amsterdam. Daar komen ook altijd heel veel goede voetballers vandaan. Rond Utrecht komen altijd heel veel goede voetballers vandaan. Misschien wel, hè? En het zit ook in de regio Twente. Ja.
Ja. En, absoluut. Twente heeft altijd goede voetballers voortgebracht. En daar heeft FC Twente van geprofiteerd door de jaren heen. He, mits ze dus een goede structuur opzetten. Juist. En ja, FC Twente, de academie, is jarenlang leidend geweest in Nederland. En, ja, dat is jammer dat het wat verloren is gegaan in de afgelopen jaren. Maar ik begrijp dat er nu weer heel goed gewerkt wordt. Ja, het gaat een stuk beter, dat klopt. Maar dat is heel moeilijk te beoordelen, want ik weet hoe dat werkt in opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar nodig voordat je een bepaald effect ziet. Ja. En hoe kijk je naar het huidige FC Twente, Erik? Die sluit er af, Twente, na die 1-1 van gisteravond tegen FC Utrecht op 6e plaats met een punt achterstand op de nummer 4. Meer dan verwacht in jouw optiek? Nou, Twente qua club moeten ze daar ook staan. Ja. En, maar we weten allemaal de problematiek in de afgelopen jaren. Dat ze zijn afgezakt en zelfs in de KKD-divisie hebben gespeeld. Gelukkig weer terug zijn. Maar het stadion, het achterland. En dan moet je eens minimaal in de subtop van Nederland spelen. Tegen de top aan. Nou, gelukkig zijn ze weer op de weg terug. En ik denk dat nu ook een elftal staat. Daar zit een goede spirit in. Er zit een ongelofelijke drive en vechtlust in dat team. En daarom staan ze nu waar ze staan. En ik denk dat ze op de goede weg zijn. Ja, maar je verspeelt met Ajax ook regelmatig punten tegen dit FC Twente. Hè? De 1-1, die zit je... Kwart over 12 is te vroeg. Kwart over 12. Ja. Was een lunchwedstrijd inderdaad eerder dit seizoen in het begin? Ja, maar je weet als je naar FC Twente gaat, dat is nooit makkelijk. Alleen je moet hem natuurlijk niet meer weggeven. 2 minuten voor tijd of 3 minuten voor tijd. Dat is niet zo handig. Prupper ja. Was het toen. Ja, mooie zondagschot. Ja, met links. Een vraag van Danny ter Heegte. Zou je bondscoach willen worden en wanneer eventueel? Ja, in voetbal is, trouwens net als het leven, veel is timing. Ja. En ja, dan moet op een bepaald moment dat je beschikbaar bent en dan moeten ze je vragen. En dus het moet voorbij komen. Maar ik denk dat je zo in de pickorde bent gestegen, Erik, in de afgelopen jaren, dat ze je heel graag een keer willen hebben en dan zou je ervoor openstaan? Ja, maar uiteindelijk is dat een heel mooi ambt om een keer te doen. Ja. En dat zou natuurlijk een mooie uitdaging zijn. Ja. Zeker. Komt vanzelf. Ik weet niet of het vanzelf komt. Ja, dat bedoel ik mee, dat komt een keer voorbij. Dat gaat gebeuren. Nou, dat probeer ik maar dit wordt nu opgenomen, dus je kunt altijd terugspoelen. Ja. Dat is makkelijk van opnemen. Ja. Dit komt een keer, je wordt een keer gevraagd. Ja, maar dat probeer ik net uit te leggen. Dat is, dit soort dingen die kan je niet plannen in het leven. Nee, dat niet. Maar er zijn hele goede trainers geweest, die zijn er nooit voor gevraagd. Nee. Dus het is gewoon een kwestie van afwachten. Nog een vraag met een kwinkslag van Marcel ter Heegte. Heb je er spijt van dat je voor het voetbal hebt gekozen ooit? Omdat je vader wel eens zei van, hoe moet dat nou verder met jou zonder opleiding, vakopleiding? Ja, ja. Dat heeft je vader je wel eens mee om de oren geslagen, hè, Henny? Ja, maar ook die tijden, je kan het niet meer vergelijken. Toen ik met voetballen begon, en dat was zeg maar voor het Bosman-arrest. Ik zal hier niet uitweiden hoe dat precies in elkaar staat, Bosman-arrest, maar... Voordat de televisie ook in opkomst kwam, laat staan het internet. En toen waren er natuurlijk totale andere geldstromen in het voetbal. En toen kon je natuurlijk niet zoveel geld verdienen als je tegenwoordig kunt. En daar kon je misschien wel een aardige boterham nog verdienen in die tijd toen ik doorbrak. Maar je kon niet meer je toekomst veiligstellen zoals het nu wel kan. Nee. Precies. Een enorm verschil, hè? Vraag van Jonel. Praat je plat met Remco Pasveer? Op de club? Nee, dat niet. Er zijn grenzen ook in dit geval. Nee, maar kijk... Had gekund misschien. Nee, maar ze zeggen dat hier altijd mooi... bij Twente hangt altijd een heel mooi spandoek. Aanpassen of oprotten. Ja. Maar waar je bent in de wereld, moet jij je aanpassen. Ja. Je moet nooit verwachten dat de mensen zich aan jou aanpassen. Nee. En, want dan ga je het denk ik moeilijk krijgen. En als jij je aanpast aan je omgeving, ja, dan gaat het dus ook makkelijker. Ja, dan straal je respect uit en dan kun je ook dingen in beweging krijgen. Ja. Oldenzaal of Haaksbergen? Oh, dat is een gewetensvraag. Dat is een gewetensvraag. Maar dat is toch... mijn roots liggen natuurlijk in Haaksbergen. Ja. En ik zei net al een keer, geloof ik, je roots moet je nooit verloochenen. Of was in het voorgesprek. Ja. Maar uiteindelijk voel ik me wel Oldenzaalen. En Oldenzaal is natuurlijk een Bourgondische stad, dorp. Hè, ja. Ze zeggen altijd stad. Hè. Johnny en Rita zeggen altijd de stad. En toen begreep ik nooit wat ze bedoelden. Nee. Hè. Maar
Oldenzaal vind ik in ieder geval ja, net even iets meer cachet als Haaksbergen. En ja, daar gebeuren de mooie dingen ja. En van het leven ja. Door de Bourgondische instelling. Ja, we zitten nu bij Peterman, hè, ja. De dealer, Lexus onder meer, Toyota. En jij hebt een familieband ook, hè? Je hebt het net over Johnny. En dat heeft te maken met Peterman, denk ik, hè, vanuit het verleden. Ja, Johnny en mijn moeder, dat zijn broer en zus. Okay. Dus ik mag tegen hem om zeggen. Ja. Oh. Ja, en hij mag tegen jouw neef zeggen. Ja. Ja, dat ja. Is de constructie dan. Ja. En krijg je dan, als je hier bent, ook even een Lexus mee zo? Of zeg je van, dat moet ik niet willen? Of? Nou, dat zou geen probleem zijn. Voor wat hoort wat? Nou, zo zit het niet in elkaar. Maar, maar is hij degene die jou ook autotechnisch altijd heeft begeleid, vanaf vroeger of niet? Ja, als het over de techniek gaat, hè, dan heb ik het over voetbal. Ja. Hè? En wat betreft auto's, dan laat ik het graag bij Johnny. Ja, maar je eerste auto was ook van hem? Hij heeft me er wel in geadviseerd. Maar hij begon te voetballen en bij de Graafschap. Ja. En, of eerst FC Twente, de Graafschap. Maar hij was niet, helaas niet de autodealer. Nog bij Twente, ja. Nog bij de Graafschap. Dan houdt het is jou dat niet gelukt om binnen te krijgen? Ja, maar ik was voetballer. Ja, maar even een goed woordje even. Lukte niet. Ja, kijk, misschien was ik nou in de positie geweest. Hè, dan ja, ik denk wel dat Ajax nog een keer een Lexus komt rijden. Huh? Je moet niks uitsluiten. René, ik lees gisteren in de VI, of vandaag geloof ik, dat Dusan Tadic, die zegt, de aanvoerder van Ajax, ex-FC Twente, die zegt dat Ten Hag zo goed is, tactisch gezien, dat we eigenlijk, als we het veld opkomen, al met 1-0 voorstaan. Het zal je maar gezegd worden, hè, in positieve zin. Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Kun je iets bij voorstellen? Ja, natuurlijk wel. Je heeft hier toch bewezen. Daar hoeven we toch niet zo moeilijk over te doen. Nee, maar dat de aanvoerder dat zo in de openbaarheid zegt. Ja, ik ken hem niet zomaar niet zo goed. Jongen, ik ken hem niet goed, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar de indruk die ik van hem heb, is een jongen met een gouden hart. En die zegt wat hij denkt. En dat hij dat ook echt denkt. En niet zegt om het te zeggen. Dus ik geloof dat wel. Man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dat is wel duidelijk. En dat is echt leider van. Ze hebben mooie woorden. Hij is ook de echte leider, neem ik aan, in de hele selectie, of niet? Nou, wij zijn gewoon heel erg blij dat we Dusan, maar destijds ook Daly, maar uit Engeland hebben gehad. Ja. En dat zijn absolute toegevoegde waarden voor ons elftal. Ja. Want die kennen het klappen van de zweep, hè, die hadden in die Premier League. En ja, dan wordt toch in een iets ander tempo gespeeld als in de Eredivisie. En ze zijn het ook vooral om 3 dagen gewend. En die weten dan ook wat er voor nodig is. En die hebben een bepaald klimaat in de kleedkamer gebracht hè, dat Ajax nodig had om die stap te zetten. Topsportklimaat. Ja, die wij hebben gezet. En ja, Dusan Tadic, dat is een geweldige persoonlijkheid. Moet je kijken, als hij een goal van Ajax is, hoe hij ze roept naar de corner vlag in het begin. Dat zie je heel veel aan, hoe hij de groep bij elkaar roept. Dat ze zeggen, kom op. Het is een verbinder, het is een man met verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, dat kun je zien, maar zoals zei, balkan karakter, groepsproces. Precies, het is een leider als je ziet hoe die Servië naar het WK loodst. Ja. Op een weergeloze manier tegen het Portugal van Ronaldo. Ja, dat zegt heel veel. Ja. Manon Vossenbelt vraagt, er zijn voorbeelden van Ajax-spelers die zich bij Twente goed hebben ontwikkeld. Danilo, Piri misschien ook. Waarom denk jij dat zo goed valt? Dus spelers van Ajax die het net niet redden in het eerste en die dan bij FC Twente wel tot wasdom komen. Nou, daar zijn wel meer voorbeelden van, maar ook bij andere clubs. Maar ja, FC Twente heeft toch een lijn in het verleden gehad en heeft misschien ook wel een klein beetje te maken met de filosofie hoe er naar voetbal wordt gekeken en hoe het voetbal wordt beleefd. Toch technisch verzorgd voetballen, maar spelen op de helft van de tegenstander, het pressen, de pressing organisatie. Dus er zijn wel wat overeenkomsten. En ja, het mooiste denk ik is, voorbeeld is Ronald de Boer. En, nou, ook alweer een tijdje geleden, maar dat was dan in mijn tijd. En Ronald die heeft 2 jaar destijds bij FC Twente gespeeld. En daar een geweldige ontwikkeling gemaakt en toen door Louis van Gaal teruggehaald. En daarmee is het gouden Ajax uit de jaren 95, 96 begonnen. Ja, en de kans van Twente op het kampioenschap de nek omgedraaid misschien wel, hè? Want het was een heel precair moment dat hij weg werd gehaald, hè? Ja, dat heb ik altijd als voorbeeld meegenomen. En ik heb het de voorzitter destijds ook zeer afgeraden. Hè, dat je dat nooit midden in het seizoen moet doen. Ja. Voor die tijd heel veel geld, kocht Ajax hem terug, maar ja, wij stonden bij de bovenste. We stonden geloof ik 1 punt achter Feyenoord, maar we stonden voor op Ajax. Hè, toen onze beste speler werd verkocht. Maar buiten dat, we hadden een geweldig elftal, we hadden een geweldig duo in de voorhoede staan. De Boer en Mulder. Ja, Juri. En ja, eigenlijk, wat wij moesten doen was heel hard werken. En
die ballen naar voren schieten, want dan zorgden hun wel voor de goals. Ja. En simpel gezegd zei dat zo in elkaar, maar dat was wel buitengewoon succesvol. Ja. Jij hebt het over dat je de voorzitter zou adviseren, als jij het voor het zeggen had, om hem niet te verkopen in die tijd. Er is wel eens gefilosofeerd over Erik ten Hag, voorzitter van FC Twente ooit. Dat is de vraag ook van Hans Reefman. Wat moet er gebeuren voordat je voorzitter van FC Twente wordt? Ja, ik heb het toen een keer in gekkigheid gezegd. Was het in gekkigheid? Ja, het was in gekkigheid. Ja, het is een serieus leven gaan leiden, merk ja, ik. Ja, ja. Ja, dat is het zeker, want mensen zien jou graag op die post, uiteindelijk. Hè? Ja. Voorlopig zit ik nog goed in mijn rol als trainercoach. Ja. Ja. Trainercoach is meer en meer ook de manager natuurlijk. Ja. En daar zal ik nog wel een aantal jaar in doorgaan. Maar wie weet ooit dat ik toch een keer ook in de bestuursfunctie terecht ga komen. Ja, en dan bij Twente? Wie weet ook. Ja, jouw club. Ja. De wens, Eddie. Ja, is de vader van de gedachte. Evert Huf, eet je nog steeds baklever uit Twente? Ja, ja. Bloed en baklever. Ja. En, Mijn oma die maakte dat vroeger al zelf. En ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Wat heb je geleerd van Guardiola? Joost Lammers vraagt dat. En wat voeg je toe in jouw filosofie bij Ajax? Is een mooie vraag, maar dan is het vol. Ja, 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 daar hebben we geen tijd voor. Nee. Maar laat ik het zo zeggen. Wat zijn de trainers die jij hebt... Je hebt bij Twente bijvoorbeeld gewerkt met McLaren en met Fred Rutte. Wat zijn de facetten die je van die gasten hebt meegenomen? In de trainer die je nu bent. Ja, maar kijk, iedereen die denkt van voetbal houdt, ja, die ziet graag de elftallen van Guardiola spelen. Hè? Barcelona, Bayern München, Manchester City. En natuurlijk, voor alles Ajax zeggen, tegenwoordig, hè? Ik hoop dat ze ook graag naar Ajax kijken. Ja. Maar hij heeft een manier van voetbal die avontuurlijk is. Ja. En die progressief is. En ja, waardoor mensen daar graag naar kijken. Daar gebeurt wat. Ja. Hè? In de regel. En, ja, en die visie die staat mij zeer aan. Ja. Vraag van Mel Maal. Hoe ga je mentaal om met tegenslagen? En dan meer in de categorie van... Je bent in het begin natuurlijk zwaar bekritiseerd bij Ajax. Boertje uit het oosten en weet ik veel. Op de tv, in de kranten, Telegraaf voerde hem min of meer een hetze. Je hebt dat ook van nabij gezien, René. En hij bleef staan in die storm, hè? Rechtop in de wind. Erik, Cucci, Prada, Dior. Je kunt hem alles aandoen, maar hij zal altijd zichzelf blijven. En dat heeft hij heel goed gedaan. En nog steeds voor de camera, als je het vergelijkt met 3 jaar geleden, is het nog steeds dezelfde Erik. Hij heeft natuurlijk wel het voordeel dat hij ontzettend gesteund wordt vanuit de directie. Hè? Mark Overmars, Van der Sar. Dat geeft wel een bepaalde rust en een vertrouwen natuurlijk. En de prestaties die al vrij snel beter werden na het eerste half jaar. In het begin ging het geloof ik een paar keer verlies. Ja, dan staan ze er meteen op te wachten. Maar nu, ja, ze mogen wel 5 keer verliezen en staat hij nog sterker. Dit gaat natuurlijk niet meer kapot. Maar ze hebben van alles geprobeerd, ja, René, om het te killen. Als ik jou mag onderbreken, dat kan dus niet. In de top kun je niet 5 keer verliezen. Nou, maar stil. Nee, ook niet stil. Dan ga je er nog niet uit. Zeker wel. Hè, want dat gaat iedere trainer eruit. Hè, want in de top wordt niet geaccepteerd dat je verliest. Hè, en nee, maar accepteer dat je regelmatig verliest. En je moet dus, wat je moet accepteren is dat je als trainen in de kritiek staat. En als je dat niet accepteert, ja, dan heb je een probleem. He, want dan kun jij dat ook niet meer verkopen naar je ploeg toe. Dan kun jij jouw overtuiging niet meer overbrengen. Want een groep die voelt dat. En ook de omgeving gaat dat voelen. En ja, dan ga je onzeker overkomen. En dan zullen de resultaten... Maar ik bedoel, meer vanuit de directie dat je gesteund wordt, dat je een paar keer verliezen. En dat was toen minder. Iedereen zat op jou te loeren van... voor de camera, al dat gezeur allemaal. Het gaat toch om wat hij op het veld laat zien? Ja, maar goed, dat zijn, weet je... Dat zijn randzaken. Ja, precies. Ja. Randzaken. Ja. En daar heb jij geen invloed op. En je moet je altijd als manager je altijd afvragen, waar heb ik invloed op, ja, en waarop niet. En als ik mij met die randzaken bezig hou, dan steek moet ik... Moet je s'nachts wakker blijven om op te letten? Ja, dan steek ik de energie in de verkeerde dingen. Hmm. En dan ben ik niet meer bezig om mijn elftal te laten functioneren. En daar moet je mee bezig zijn. Duidelijk. Nog even een vraag. Komt Brian Brobbey terug vanuit Leipzig? Ja. Is het al rond? Ja, ja. Ik heb gisteren die vraag ook voor alle camera's gehad en in de persconferentie van een aantal van jouw collega's. Maar dit voelt toch een stuk sympathieker hier in deze. Ja, absoluut. Maar nog niet. Wij kunnen daar geen antwoord op geven. Steven Bergman, is dat nog een optie? Kijk, wij zijn continu bezig om beter te worden. Dat eisen wij van onze spelers, dat eisen wij van onze medewerkers. He, iedereen moet iedere dag maximaal geven. Ja, dus wij zijn ook altijd aan het kijken. Samen met Mark ben ik verantwoordelijk voor
voor de selectiesamenstelling. Ja, wij zitten dus continu aan het kijken, samen met onze scouts, met onze trainers, ja, waar kunnen we het elftal versterken? Ja. En als wij die mogelijkheid zien, ja, dan zullen wij concreet worden, zullen we toeslaan. Hey Erik, hoe kan het dat het zo lang duurt dat je met Onana soms, Masraoui, Brobbey toen, dat je dat niet eerder ja of nee kan krijgen en dat zo lang de deur open blijft en uiteindelijk lopen ze voor niks weg? Ja. Waarom zo lang? Het kan een tijdje duren, een paar maanden, maar dit is een jaar soms, ja, bijna maar, een jaar. Ja, maar dat zijn ook internationale tendensen. Dat zie je bij alle clubs, zijn dit soort ontwikkelingen gaande. Dat is niet alleen Ajax. Dat zie je ook bij veel meer clubs in de Eredivisie zien. Maar je ziet het ook, bijvoorbeeld Ramos, die vertrekt ook transfervrij van Real Madrid naar Paris Saint-Germain. En je ziet het ook bij andere clubs. Maar ik vind een jaar zo lang, man. Ik zou denken dan, dit doen we dan, we gaan volgende week weer zitten. Ja, dan kunnen we niet. Nou, dan doen we over twee weken. Of een keer drie weken. Ja, maar als jij die vraagt, dan moet je Mark Overmars uitnodigen hier. Ja, die is er niet. Die is er niet. Nee, maar ik snap het, maar ik vind het zo lang duren, man. Ik ben geen technisch directeur. Nee, maar hoe jouw kijk daarop is, waarom het zo lang duurt, dat je niet naar Mark zegt, waarom moet dat zo lang duren, Mark? Ik ga mijn kijk daar ook niet op geven, want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar je wilt hem er graag bij houden. Goede spelers, denk ik. Ja. Iedere trainer die wil zoveel mogelijk goede spelers in zijn selectie. Ja, dat is duidelijk. Tuurlijk, ja. Hoe zie je de toekomst van Danilo, tenslotte? Ex-FC Twente. Danilo. Die zegt nog wel aardig wat speelminuten bij jou ook. Nou, die zie ik ook positief. Dat Danilo zijn grote kracht is. Dat hij in de 16, in de box, dat hij dodelijk is. Ja. Dat hij daar koelbloedig is. En direct naar de goal. Dus, ja, zijn toekomst ziet er heel goed uit, denk ik. Ja, mooi. En dan nog een vraag van een Haaksberger naar. Hoe is je gevoel bij Bonboys, Bonifatius-boys uit de Veldmaat? Kijk, ooit voorzitter. Ook dat gaat nooit weer weg. Hij kan niet overal voorzitter worden. Je moet je aandacht verdelen later, hè? Nee. Maar ook dat, ik ben al meer dan 40 jaar lid van die club. En dat zal ik ook blijven. Ja. En, gaat niet meer weg. Dat gaat zeker niet meer weg. Nee. Zo'n mooie tijd gehad. Ja. En nog altijd. Tot hoe lang heb je daar gezeten? Hoe oud was je? 14, 13? Ja, 14 jaar. Ja. Ja, toen Twente? Ja, toen heeft, ik herinner me nog dat Tom Verdalen, die heeft mij gecontracteerd. Hoe ging dat? Mooie tijd. Ja, die Tom die kwam naar Haaksbergen gereden. Ja. En toen werd de overschrijving in orde gemaakt. Ja. Prachtig. Dat was heel wat natuurlijk. Hè? Ton van Dalen die bij jou aan de keukentafel zat, of niet? Ja, die staat daar. Was bij Bonboys in de bestuurskamer. Ja. Maar dat deed hij met iedere speler, dus iedere jonge speler. Mooi, hè? Ging hij de regio in en legde die jongens vast. Ja. 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 Mooi. We zijn bijna aan het einde van deze voetbaltijd. Jij hebt een prijs, hè, voor de meest originele vraag. Ja, we hebben een bal. We hebben een Champions League bal. Een originele. Gezien moet nog opgepompt worden. Maar als Erik daar even een handtekening op wil zetten, die is dan voor de meest originele prijs, of vraag. En die krijgt deze prijs. Ja, dan denk ik dat dat de bal gaat naar Manon Vossenbelt over de spelers die vanuit Ajax bij Twente zich manifesteren. Laten we Manon de prijs geven. Manon, kom mee toe. Ja, wordt gesigneerd. Breng hem denk ik even langs. We hebben als slotakkoord hebben we champagne. En dat heeft te maken met de onthulling van de Lexus. Oh jee, mijn eerste slok alcohol, man. De Lexus NX die achter ons staat, die staat eigenlijk nergens in Nederland. Alleen in Enschede. Het is een auto met twee motoren onder meer. Plug-in, noem maar op. Met andere woorden, het is de enige in Nederland. De rest komt op 15 januari. Maar hier in Enschede is die al te bezoeken. En dan gaan we even de onthulling doen. Erik, als jij dat voor je rekening wilt nemen, dan gaan wij de champagne erbij pakken. Ik denk je van de voorkant of van de achterkant even moet champagne manoeuvreren. Champagne erbij. Okay. En dan ergens willen we hem onthuld zien. Dus, ik denk aan de voorkant. Dit magische moment. Nou. Kijk, ik zal je even helpen. Een rood exemplaar. Kijk, dit is hem dan. Ja. Dit is ook rood. Oh, dat is een hele mooie. De Lexus NX exclusief in Enschede. En dames en heren, dat was de laatste voetbaltijd van dit jaar. Mooi dat we hier in de showroom van Lexus Peterman konden zijn. Erik, wat jou betreft, een fantastisch nieuw jaar. Gezondheid voor de komende dagen. Nou, maar dat elkaar, maar zeker ook de kijkers wensen.
Kijk eens hoe dat ook. Hele fijne dagen. Ja, gaan we doen. Fijne feestdagen. En ik zou zeggen, op naar een beter, gelukkige en vooral gezonde 2022. Altijd mooie woorden. Dat was weer een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. De laatste van dit jaar. Tot volgend jaar.